gaan het allemaal zien, Pierre. Bedankt voor je komst en hopelijk tot snel. En ik wil jullie alvast bedanken voor het kijken. Maar blijf nog even zitten, want onze Peter ging natuurlijk weer een bakkie doen. Vandaag ga ik een bakje doen in Roon, om precies te zijn bij het logistiekbedrijf van Dongen en de Roo. Zij vervoeren vrijwel alles over de gehele wereld. Sander, goedemorgen. Nou, je ziet, ik heb hem speciaal weer meegenomen. Jij bent de tapper, hè? Ja, graag joh. Hey, nou even, je staat toch bij dat apparaat. Het is een heel bijzonder apparaat, want dat is niet zomaar eventjes aangeschaft. Nee, wij zaten op de wat was het? Feyenoord Gala. En daar kwam het apparaat op de veiling en er werd eigenlijk best wel weinig geboden. En op een gegeven moment riepen we, laat Pellen hem tekenen. En toen zei Pellen inderdaad van, nou, dan kom ik langs om de eerste kopje koffie te schenken. En dat heeft hij ook gedaan? Dat heeft hij ook gedaan, maar er werd ook steeds meer geboden. En uiteindelijk zijn wij er natuurlijk mee aan de haal gegaan. Is die in de maak? Hij is al helemaal klaar voor je. Oh, nou, we nemen hem mee en we gaan naar de boos. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Stel je even allemaal even voor. Jaak van der Weld. Bastiaan Kraan. Bjorn van Vught. Mannen, Heerenveen uit gisteren. Wat een wilde. Ja, het was een geweldige wedstrijd. Zeker als je naar de eerste helft kijkt. 5-0. Ja, beter kan niet. Want normaal gesproken, Heerenveen, niet zo makkelijk, hè? Nee, normaal gesproken billen knijpen. Ja. En zelfs nog een aantal jaren geen winst daar. Dus het was echt luxe gisteren. Even de goals even langs gaan. Wat vonden jullie de mooiste? Ik denk persoonlijk de bal die Gustafsson teruglegde op Kuyt. Dan zie je toch dat zo'n jonge jongen overzicht behoudt. En een balletje breed leggen en goed afgemaakt de Kuyt. Er wachten binnenkort hele leuke potjes. Nu AZ, daarna ADO en Ajax twee keer. Ja, het kan een mooie maand worden en dan doe je echt mee voor de titel. Doortrekken, zou fijn dat dit het hele seizoen kunnen, denk je? Ik verwacht van wel, want als je kijkt naar de selectie, ze hebben een hele brede selectie. Jongens die ertussen lopen, ja, ik denk dat ze ver kunnen komen. Ja. Sander, ik heb hem meegenomen hoor. De sticker aan jou, de eer. Dan, hè? Ja. Ja. Gaan we naar het koffieapparaat. Waar gaat hij een plaatsje vinden? Nou ja, hij moet een beetje zichtbaar zijn. Hè? Dus lijkt mij hier mooi op het koffieapparaat of de koffiebonen. Bij de bonen. Aan jou, de heer. Voilà, maar hij is schitterend. Schitterend, toch? Oké. Okay. Mannen, bedankt. Werk ze verder.